We gaan de algemene gaswet toepassen met behulp van een stappenplan. Dus straks kun je systematisch de algemene gaswet toepassen. We hebben een basketbal opgepompt, massa 590 gram, de druk is 1,54 bar bij 20 graden Celsius. Nu wil ik de druk berekenen als de bal 50 graden Celsius is. Eerste stap. We schrijven de algemene gaswet op. Dan weet ik namelijk welke grootheden ik heb. Stap 2 is, ik ga voor beide situaties kijken welke grootheden constant blijven. Nou, in dit geval druk, nee, die gaat toenemen. Volume, nou die bal, die blijft gewoon zo groot als dit is. Nog een ding, de hoeveelheid moleculen blijft ook constant. Dus er gebeurt niks met de hoeveelheid gas die erin zit. En de gasconstante ook. Dus deze zijn constant. Stap 3. Ga ik alle constanten naar één kant brengen. Of alle variabelen naar de andere kant brengen. Gaan we doen. Dus ik ga eerst maar eens even die P vrijmaken door te delen door het volume. Nou, nu is die T is variabel, dus die ga ik hier ook weer uithalen, delen door de absolute temperatuur. Dus P gedeeld door T. Deze, kleine letter P, hè? Let erop. Dat is stap 4 die we gaan doen. We gaan die situaties aan elkaar gelijkstellen. Want ze zijn immers constant. Dus want de druk in situatie 1 gedeeld door de temperatuur in situatie 1 is constant. Is natuurlijk net zo constant als de druk in situatie 2 en de temperatuur in situatie 2. Mooi. Nu ga ik dit uitwerken en dan kan ik ook de vraag oplossen. Want wat was hier de vraag? Ik wilde graag de druk in situatie 2 wil ik weten. De druk in situatie 1 is gegeven. De temperatuur en de temperatuur. Dan ga ik hem omschrijven. Dus ik doe hier maal T2. Dus P1 maal T2 gedeeld door T1. Dus de druk in situatie 2. Nou, even netjes ingevuld. Dit is natuurlijk niet de absolute temperatuur. Dat moeten we dan nog even doen. Dus de temperatuur in situatie is 2. Dus 273 plus die. Gedeeld door de temperatuur hier. Maal hier nog de druk in situatie 1. Is 1,54 maal 10 tot de vijfde, doen we even in pascal. Als ik dit netjes uitwerk, dan krijgen we 1,70 10 tot de vijfde pascal. Dat is natuurlijk 1,70 bar. Het gaat hier natuurlijk om de verhouding van die temperaturen. Dus je kunt naar bar, wat is natuurlijk wel netjes om standaard eenheden te gaan. Klopt de significantie? Dus even kijken. Ik heb hier 2, 3, gebruik niet. 3, 2. Dus deze moet eigenlijk in 2 significantcijfers
Gelukt. Dus heel kort, kijken welke constant zijn welke variabel. Die omschrijven, dat ik alleen maar variabel aan de ene kant heb, constant aan de andere kant. Dan de twee situaties aan elkaar gelijkstellen. Dat zijn vaak verhoudingen. Nu zijn het er twee, soms zijn het er drie. Dan netjes uitwerken. En dan zijn we hier. Gelukt.